De Nationale Jeugdraad zal anders gestructureerd worden. Ons jeugdparlement zal worden vervangen met een Nationale Jeugdraad. Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft tijdens de wekelijkse raad van ministers nader uitleg gegeven over de nieuwe beleidsinzichten voor de functie van de Nationale Jeugdraad. Een van de voornaamste wijzigingen zal zijn dat we toch wel willen dat jeugdvertegenwoordigers in de toekomst één of meerdere resorten krijgen toegewezen. Met de bedoeling dat ze frequent in contact staan met jongeren uit die resorten. Zodat issues de jeugdrakende in de desbetreffende resorten door gekanaliseerd kunnen worden naar de jeugdraad. En via de jeugdraad door naar het ministerie, zodat er beleid op losgelaten kan worden. Het ligt in de bedoeling dat de leden van de Nationale Jeugdraad hun werkzaamheden in 2023 zullen uitvoeren. De voorbereidingen van de verkiezingen zijn al in volle gang. Volgens minister McAndrew zullen de nieuwe vertegenwoordigers in het eerste kwartaal van 2023 al bekend zijn. De verkiezingen worden nu voorbereid. Dat was gepland voor het eerste kwartaal. Dus ik denk dat de Surinaamse gemeenschap eerste kwartaal 2023 de installatie van de Surinaamse jeugdraad zal meemaken.